Soldaat Haaland heeft een Once to Watch kaart en hij kost 1,6 miljoen coins. Nu ga ik packs openen tot ik hem krijg of tot ik hem kan kopen. En voor de duidelijkheid, ik heb nu 812 coins. Dus laten we maar snel gaan beginnen. De FIFA 23 Starter Kit Pack. We krijgen een keeper. Dit is Ter Stegen. Nou ja, 88 rated. De wow. Oh nee, jezus. Ik schrok oprecht van twee leenkaarten. Wacht, is deze pack nu untradable? Dus je gaat me vertellen dat ik net 2000 FIFA points heb gestoken in kaarten die me niet dichter bij Haaland gaan brengen. Dan een mega pack. En deze is wel tradable. Dus krijgen we een goede speler, dan gaan we hem verkopen. En het is weer een Duitser. En hij gaat nu ook niet naar buiten lopen. Want maar een 85 Zule. De tweede mega pack is Sergio Busquets van Barcelona. Ronaldo. Nee, wie is dit? Ah, Ruben Dias. Een walkoutje. En dat is lekker. Want ik heb hier een post-it liggen met allemaal hokjes. En ieder hokje is deel van de bingo. Terwijl daar Ruben Dias er geweldig bij gaat liggen. Op de bingo kaart hebben wij een City 85 plus, een Inform AK, een Walkout, een Noor, een 50k plus kaart, een Hero of een Icon, een kaart met 85 plus schieten of een Once to Watch. Nu mag ik maar één hokje per keer doen. Dus ik ga nu met Ruben Dias voor de City 85 plus. Een hokje betekent dat ik één grote pack mag openen die ik had opgespaard. Dat kan een 100k pack zijn, een 50k pack, een gegarandeerde Once to Watch pack. Ze zijn untradable, maar nog steeds wel gewoon lachen, toch? Once to watch, once to watch. Ja, ja, kom, stop. Nou, dit is irritant. Het wordt een 50k pack. Noorwegen. Nou, dit is niet zo heel best, denk ik. Dat is geen Noorwegen. Schmeichel. Ik had liever zijn vader gehad, maar oké. Okay. Het is... Oh, wow, wow. Wat is dit in één keer? Een once to watch die wel heel slecht is, maar waarom flashte hij niet op? Oké, okay. We hadden op de bingo kaart once to watch staan, maar ik vind dat de bingo kaart alleen maar telt uit de tradable packs. Hé, hey, ja, ja, ja. We krijgen Ayer of zoiets. Dat is een Noor. En kijk, als ze mij nu gewoon de Once to Watch pack laten openen, krijgen we Haaland en zijn we klaar. Hey, toppie. Hij draait. Stop, stop, stop. Nou, kom op, man. Oké, okay, weer geen guaranteed Once to Watch pack, maar een 55k pack. Verras me, alsjeblieft. Het is geen walkout. Nee, dat kan geen Lewandowski zijn. Het wordt Zielinski. Linksbuiten. Dat is dan, kijk eens aan, jongens. Eden Hazard. Een paar jaar geleden zou je dan zeggen van wow, en nu is het van oh. Wow. Ja. Volgende pack. We zitten bij de 25k packs. Frans, Cam, Vicky. Nee. Oh, dat is Payet. Oh, ja. Ah, Tonali. Dat is een goeie volgens mij. Ah, 20k. Hoeveel is dat als een percentage van 1,6 miljoen? Noorse vlaggen met twee stokken. Zou dat een teken zijn van EA dat de volgende pack Haaland is? Ik denk van wel. Ja, ik denk het wel. Oh, Foden. Ja, ja, ja. Dat is vrij goed. Alleen, ik had dus al de City 85 plus van mijn bingo kaart afgehaald. Dus hij telt daarvoor niet meer mee. Wat is zijn waarde? Wow, 30k. Volgende pack gaat een once to watch worden. En als het niet zo is, dan breek ik deze pen in tweeën. Ik zit klaar, hè? Oh, ik heb serieus volgens mij iets gebroken. Frans, Fofana. Is hij 3k waard? Junior Caichara. Haha. Come on. Non-rares kunnen ook coins waard zijn. Wat een feest, man. Oh, weer Frans. Wie kan dit zijn? Upamecano, let's go. Wat? Is dat maar 10k? 10k voor zo'n beest van een kaart? Ik weet gewoon niet wat ik aan moet met deze 7,5k packs. Ze zijn zo slecht. Ja, kijk. Dit is de gemiddelde 7,5k pack. Non-rare. Gedurende de video zal ik je laten zien hoe ver ik ben met coin aantal en mijn beste gepackte spelers. Ik heb nu 50k coins met deze 11 die allemaal tradable zijn. We zullen niet, denk ik, bij de 150k komen. En dat is vrij zorgwekkend als je naar 1,6 miljoen toe moet. Oh, een vorm! Yes! Eindelijk een speciale kaart! Wie gaat het dan zijn? Het is Mitrovic van Fulham met 69 PS, maar wel 91 fysiek. En zo kunnen we weer een bingo vakje af gaan kruisen. Let's go! Ja! Yes! Het is hem! De Once to Watch pack eindelijk. Hij moest een beetje doordraaien en deed dat ook. Dankjewel, Rad. Nu dan is het tijd voor Noorwegen. Haaland, alsjeblieft. Noorwegen. Noorwegen. Nederland. Oh, en dan is het berg. Waarom zit niks mee vandaag? Hé, een walkoutje. Yes, yes, yes. Thiago. Dat voelt goed. Ook al is het geen monsterkaart. Het is wel weer een bingo vakje dat afgekruist kan gaan worden. Geef ons een 100k pack alsjeblieft. Stoppen. Ja, perfect. We krijgen de 100k pack om te openen. Hé, weer een walkout. Maar het is trap. 86 rated. Niet de allerbeste. Hij gaat even een partijtje staan golven. Oh, een Inform. Yes, uit de zeldzame gemengde spelerspack. Wie kan dit zijn? Nou ja, hé. Hey. Walkoutje. Chesney. 5 van deze, 10 van deze. En ik wil Haaland zien. Of gewoon, weet ik veel, Once to Watch Lewandowski mag ook. Is dit dan iets goeds? De eerste pack. Een Engelsman. Ja, kijk.
kijk, Sterling. Oh, Walkersje. Ja, 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 we beginnen goed. Is het meer dan 50k? Ja, oké, nice. Dus, weer een bingo hokje. Oh, ja, ja, ja. Oké, kijk eens. Back-to-back packs waarin we een bingo hokje kunnen afvinken. We krijgen een 50k pack als eerste. Spanje, CVM, Rodri moet dat dan zijn. Weer een walkout erbij. Alleen dus niet een speler die we kunnen verkopen, helaas. Wordt het blauw of rood? Natuurlijk krijg je dan rood te zien als je blauw wilt. 50k pack, ik wil een once to watch. En ik krijg opnieuw een Spanjaard. Dit is Unai Simon. Nou, dat houdt niet echt over. Oh, een inform. Laat het Egypte zijn. Dat is zeker geen Egypte. Weer Mitrovic. De kans op een once to watch speler is kleiner dan 1%. Maar wat nou als deze pack... Nou, wie krijgen we nu? Ah, de oude Ajaxiet. Traoré. En volgens mij had hij een 1-ster weakfoot. Ja, dat is ook al vrij bizar eigenlijk. Hey, Tyrell Malacia met 85 PS. Die kan misschien nog een waarde hebben. Nou, 9k voor Malacia. Oh, Mike Magnan. Kijk eens, ik stond gewoon achter mijn stoel. 87 rated en skip ik nu een walkout. Maakt niet uit, want we hebben weer een speler van waarde. Oh, yes, yes, yes. Ousmane Dembele. Come on, 5-ster, 5-ster. Ho, 100k. Ja, en dat stond niet op de bingo, maar is wel lekker. Zo ziet nu het gepakte team eruit. En deze 11 spelers bij elkaar opgeteld hebben een waarde van ongeveer 350k. Nu klik ik op rondje en zie ik boven in beeld ook al 267k staan. Dan heb ik nog wat spelers in de club zitten. Dus waarschijnlijk zit ik nu op zo'n 650k. Het is de soldaat van Barcelona. Nou, nou, nou. Gewoon 25k zeker voor cachet. Oh, Walker. Ja, ja, kom on, lekker. Nu gaan we serieus even een beetje de goede kant op. Zal vast de beste Premier League rechtsback in de game zijn. Oh, hij, wow, is zoveel coins waard. Ha, dat wist ik niet. 135k wordt er geboden. Trap is een dubbele 86 rated waar we, ja, niet heel veel coins uit kunnen halen. Once to watch. Once to watch. Oh, ja, ja, ja. Nee. Oh, kom op. Oh, ik was... Oh, dat trap je erin, hè. Ja. Nou, nou, nou. Ik dacht echt bij mezelf van, ik ben gewoon de goat, weet je wel. Dat ik hem voorspel. Uit al die packs zeg ik één keer, ja, once to watch. En dan krijg ik hem. Nee, is het Gabriel Arias. Thomas Müller. Ja, ja, ja. En hij kost gewoon 15k of zo. Maar ja, goed. Weer een 87 credit. Ah, Joao Felix. Die kost nog 20k misschien. Met een beetje fantasie. Ja, ja, ja. Mendy krijgen we nu van Chelsea. Net zoals Müller. Weer een walkout die beter, ja, niet had kunnen beginnen aan dat loopje. Ja, ja, ja. Keller Navas stapt het beeld in. En kijk hem even gewoon viben. Mooi is dat. Als mijn berekeningen kloppen, dan heb ik hier een 500k team staan. Dit zijn dus de beste gepackte spelers tot nu toe. 800k coins los. Dus stellen we de 500 bij de 800 op, dan zitten we nu ongeveer op 1,3 miljoen coins. Frankrijk. Oh nee. Nou, hij is in vorm over een half uur. Dat meen je niet. Allereerst denk ik Mbappé. Krijgen we niet. Ben Yedder zal dadelijk in het Team of the Week zitten. Oh, in vorm. Dan zo. Wat is dit nou weer? Uit het niets. En hij is een beetje coins waard. We krijgen Thiago Silva met 49 PS. Relatief hoge kaart. 86 in een 7,5k pack. Yes. Kijk eens. 30.000 coins erbij. Want Ter Stegen. Ik zou trouwens aanraden om dit thuis niet na te doen. Deze packs. Want je gaat echt in slaap vallen. De meeste zijn zo slecht. Oh, Benzema. Come on. 91 credit. Oké. Okay. Oh, ja, ja, ja. Hij is 140k of zo. 130 misschien. Je zou het bijna zijn vergeten. Maar we hadden ook nog een bingo kaart. En daar moest dus een speler 85 schieten minimaal hebben. Dat heeft Benzema. En daardoor kunnen wij een 100k pack gaan openen. Untradable voor duidelijkheid in vorm. Wie Duits kan dat zijn dan? Het is Musiala. Geboren in 2003. Ik voel me echt een gekke boomer nu. Want ik kom uit 2001. Maar dan nog steeds van dat er gasten zijn die jonger zijn dan jij. En dan 90 dribbelen op de kaart hebben. Wow. Oké, door. En Sterling nog. Kijk eens. Haaland zijn prijs. 1,9 miljoen coins. En dat betekent dat we nu wel akelig dicht in de buurt komen. Want ik heb bijna 1,3 miljoen coins los. Plus daarbovenop nog het gepakte elftal. En deze jongens samen zijn volgens mijn berekeningen 614
13k waard, ja. De spelers zijn verkocht en we hebben 1,89 miljoen coins. Zou dat genoeg zijn? Wat? Nu is hij weer duurder geworden. 1,91 is de goedkoopste. Yes, we hebben hem! Come on! Hey! Holland, zelfs de wijen hebben angst. Balken in dat ganze land. Hey! Ik heb zoveel packs geopend. Geen enkele once to watch gekregen. En laat staan deze man gepakt. Maar, ja, daar is hij. Wat is dit dan, hé? Come on! 1,9 miljoen coins. Hij heeft 95 afmaken. En ik wil gewoon één doelpunt gaan scoren met hem. 1 goal. Baas van Musiala. Haaland. Ja, daar is hij. Come on. Nice. Ja, nee, leuk. En nu ga ik hem weer verkopen. Nee, natuurlijk niet. Hallo. Hey. Klik hier als je mijn packs wilt zien openen. Tot ik Ronaldo heb. Houdoe, hè.